Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft vandaag een workshop gehouden over het beheer van chemicaliën en afval. Suriname en 8 andere Caribische landen zijn in aanmerking gekomen voor financiën om hun chemicaliën en afvalbeheer te verbeteren. De workshop is in samenwerking met de Basel Convention Regional Center Caribbean, BCRC, gehouden. De BCRC houdt zich voornamelijk bezig met bewustwordingsprogramma's over afval- en chemicaliënbeheer. Yvette Patterson van het kabinet van de president vertelt meer over de workshop. Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een effectief chemicaliën- en afvalbeheer door capaciteitsversterking van subnationale, nationale en regionale instituten, waarbij het beleids- en regelgevingskader in deze landen wordt versterkt. Dit doel zal worden bereikt door onder andere het implementeren van strategieën voor een goed chemicaliënbeheer in de SITS en LVC. Het promoten van BAT, ook wel het Best Available Techniques en BEP, Best Environmental Practices, voor het reduceren van uitstoot van kwik en andere gevaarlijke chemicaliën, als ook het uitbannen van kwikhoudende producten. Annalisa Rashid, vertegenwoordiger van de Basel Convention Regional Center Caribbean, gaf een uiteenzetting van de projecten die in het Caribisch gebied worden uitgevoerd met betrekking tot chemicaliën en afvalbeheer. And we work with countries to develop projects based on the needs of the countries. And we are able to receive this funding and collaborate with the countries to implement these projects that will assist the projects in meeting their obligations to manage chemicals and waste in an environmentally sound manner. And so one of our major projects that we've embarked on, and Suriname was a project country, was the development and implementation of a sustainable mechanism to manage persistent organic pollutants in 8 Caribbean countries. So this project has been our marquee project for the last, I'd say, 4 years. And it has brought me to Suriname numerous times. Unfortunately, it's only taken me to Paramaribo, and I haven't had a chance to go into the interior. So hopefully at some point, I'll get a chance to go into the interior. But this project, we're into our 4th year, and some notable deliverables have come out of it, and we're very proud to say that Suriname, they have updated their national implementation plan, which essentially is a roadmap for how Suriname will manage persistent organic pollutants and other hazardous chemicals in the, for the future. Annalisa Rashid, vertegenwoordiger van de Basel Convention Regional Center Caribbean, BCRC, vandaag tijdens een workshop van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.